Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Dit is even een extra video voor de 100.000 abonnees. Ik had beloofd dat ik met de 100.000 abonnees en nog een aparte video zou maken. Natuurlijk als allereerst wil ik jullie zo erg bedanken. 100.000 mensen. Als ik me besef hoe fucking veel mensen dat zijn. Oh, dat is zo bizar. En ik ben nu bijna anderhalf jaar serieus bezig met YouTube. En vanaf anderhalf jaar geleden hadden we de 1000 abonnees. En in anderhalf jaar hebben we 99.000 abonnees erbij gekregen. En hebben 99.000 mensen gedacht, yes bitch, leuk. En jullie geloven in mij. En elke keer als ik een video post, krijg ik gewoon positieve reacties. En steunen jullie mij in alles wat ik doe. En elke video die ik post, krijg ik zo intens veel leuke reacties. We hebben zo weinig haatreacties. Mijn kanaal, mijn video's hebben zo weinig haatreacties. En zo intens veel lieve en leuke en positieve reacties. En dat is zo bijzonder, vind ik. En zo cool en bizar dat, ja, gewoon dat we gewoon nu hier zijn, dat we dit hebben bereikt, dat we gewoon de 100.000 abonnees hebben bereikt en behaald. En nu krijg ik natuurlijk ook de YouTube play button waar ik echt super excited over ben. Ik weet niet helemaal hoe ik dat precies moet aanvragen en zo, dus dat moet ik nog even uit gaan zoeken. Maar ja, maar deze video maak ik dus niet alleen maar omdat we 100.000 abonnees hebben gedaan, maar ik dacht, wat ga ik doen met 100.000 abonnees? Wat wil ik, zeg maar, aan jullie teruggeven voor de 100.000 abonnees? Want om gewoon om jullie te bedanken en ja, gewoon om iets leuks te doen met 100.000 abonnees. En toen zat ik te denken, ik heb helemaal nooit merchandise gemaakt. Ik heb dat allemaal nooit gedaan, shirtjes en dingetjes. Ik heb dat allemaal nooit gedaan. Ik weet niet waarom, ik heb wel één keer een poging gedaan tot. En dat was toen, en dat ging toen uiteindelijk niet. En ik vond het niet helemaal mooi. En toen heb ik het op een gegeven moment maar links laten liggen. En heb ik er niks meer mee gedaan. Maar toen dacht ik, ik ga voor de 100.000 abonnees, ga ik merchandise maken. Ik ga shirtjes maken en ik zat er dan aan te denken om shirtjes te maken en misschien toilettassen te maken, maar ik denk, ja, oké, ik kan wel merch maken, dat is leuk, maar hoe kan ik het nog leuker maken? En toen kwam ik op het idee, ik ga een contest openen, dus voor jullie, om mee te doen aan deze contest, om voor jullie, om mijn designs van mijn shirtjes en van mijn toilettassen, dat zijn in ieder geval de twee dingen die ik nu in mijn hoofd heb. Misschien komt er nog meer, misschien bedenk ik me nog meer wat ik nog meer wil. Maar ik ga dus jullie de kans geven om die shirtjes en die toilettassen te ontwerpen. En mij lijkt het gewoon een heel cool idee. Ik denk, misschien kijken de abonnees naar mij die een opleiding daarvoor doen, waar het echt super goed op de cv zou staan om merchandise te hebben gemaakt of zo. Of gewoon iemand die het als hobby heeft om te tekenen en het gewoon echt super vet vindt om, of om te animeren. Ik weet niet precies hoe je het zou maken. Ik weet niet precies hoe zo'n opleiding of wat dan ook, of wat je daar, zeg maar, voor nodig hebt. Zeg maar, ik wil het jullie ook gunnen om zoiets op je cv te kunnen zetten van, ik heb de merchandise van Jessie Meyer gemaakt. En dat het uiteindelijk ook gewoon mensen met jouw design van het shirtje of met de toilettas rondlopen. En dat lijkt me zo'n vet idee om gewoon het jullie te geven, zeg maar, om dit helemaal te ontwerpen en om het helemaal te gaan designen en te gaan bedenken. En ja, en ik wil jullie daar ook heel veel speling in geven. Ik wil wel dat het, zeg maar, het is wel voor mij iets serieus. Ik wil wel dat het een serieus iets is, want ik wil wel echt, zeg maar, met de designs jullie kunnen insturen naar dit e-mailadres. Naar dit e-mailadres kan je je ontwerp of wat je hebt bedacht toesturen. Je kan gewoon foto's ervan indoen van wat je hebt gemaakt, wat je hebt bedacht. En je kan er ook een verhaaltje bij doen, bijvoorbeeld welke opleiding je doet, zeg maar. Als je een creatieve opleiding met tekenen alles doet, kan je dat er gewoon bij zetten en je verhaaltje en waarom je het super vet zou vinden om mijn merchandise te ontwerpen. En ik wil jullie heel veel speling, zeg maar, erin geven, heel veel ruimte erin geven. Het is niet dat jullie, zeg maar, gewoon een tekening zo moeten maken, maar ik wil ook jullie de kans geven om bijvoorbeeld gewoon echt een shirt om die helemaal te designen. Bijvoorbeeld dat je alleen maar iets op de schouder zou hebben of iets de voorkant of de achterkant of gewoon over het hele ding gewoon echt helemaal jullie gang laten gaan. Denk ook aan toilettasjes, gewoon zoiets of zo. Denk aan toilettasjes, hoe je dat leuk kan doen. Een patroontje of een dingetje. Het hoeft ook geen tekening van mij te zijn. Het kan iets met mijn tatoeages te maken zijn. Ik mag het natuurlijk ook zijn. Je kan me als een pin-up tekenen. Je kan me heel erg cartoony tekenen. Je kan me heel erg manga-achtig tekenen. Ik wil jullie echt helemaal vrij laten om gewoon alles zelf te bedenken met wat jij vet vindt. Ik zoek gewoon echt een design waarvan ik denk, als ik het open en de foto zie en het design zie, dat ik denk, wauw, dit is echt fucking vet. Dit wil ik op mijn merch hebben. Dit wil ik op mijn merchandise. Dit wil ik verkopen als Jessie Meyer zijnde. En
Ja, dat is dus wat ik als een soort winactie, want ik wil het niet echt een winactie noemen. Het is namelijk gewoon een contest waar je aan mee kan doen om te winnen, om mijn merchandise te ontwerpen. Dus dat is een beetje mijn idee. Ik hoop dat ik het zo goed mogelijk heb uitgelegd. Ik zit echt te denken wat ik allemaal moet uitleggen, want ik wil het allemaal zo duidelijk mogelijk voor jullie maken. Ik wil dat er eigenlijk bijna geen vragen zijn aan het einde van deze video aan mij. Ik ga wel, als jullie vragen nog hebben die ik niet, zeg maar als je nog vragen hebt over deze contest, ik ga zoveel mogelijk vragen over deze contest in de comments beneden proberen te antwoorden om het allemaal zo duidelijk mogelijk voor jullie te maken. Want ik wil echt dat jullie zoiets hebben van oké, ik snap het, ik ga het doen en dan gewoon vette dingen insturen en zo. Dus voor de contest moet je wel 18 jaar of ouder zijn of natuurlijk toestemming hebben van je ouders. Stel, ik kies jouw design. Ik ga trouwens 3 designs kiezen. Ik ga 3 personen kiezen. Ik ga 3 arts kiezen en ja, dus ik ga er 3 kiezen. Even dat jullie dat weten. Ik ga er 3 kiezen, niet maar eentje of zo. Ik ga er 3 kiezen. Of je ouders moeten er natuurlijk achter staan. Want stel, ik ga met jou in zee en ik zeg tegen jou, je design is vet. En we gaan overleggen met hoe we dit cool kunnen down. Of ik bijvoorbeeld zeg van, ik wil dit misschien ietsje anders. Dus en zo, als we daarmee gaan overleggen, moet er natuurlijk ook een contract opgesteld worden. En al dat soort dingen. Dus dan is het wel handig dat je 18 jaar of ouder bent. Of dat je ouders hebben die erachter staan. Waarmee ik dat soort dingen kan regelen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dat je zeg maar wel 18 jaar bent. Of dat je ouders gewoon er 100% achter staan dat je dit doet. En dat je hier aan meedoet. Niet dat ik naar de hand iemand kies. En dat dat zeg maar allemaal niet werkt. En dat het allemaal niet goed gaat. Dus ja, het mag dus eigenlijk alles zijn. Het mag met tatoeages te maken hebben. Het mag met mij zijn. Het moet wel echt zeg maar met op mij spreken. Het moet wel echt zeg maar 100% met mij te maken hebben. Bijvoorbeeld een Jeffree Star Liquid Lipstick. Ja, superleuk. Van Jeffree Star Liquid Lipstick. Helemaal geweldig. Maar dat heeft in principe niks met mij te maken. Snap je? Dus het moet wel echt met mij te maken hebben. Of ik moet het zijn. Of het moet iets met mijn tatoeages zijn. Of je moet mij op een vette manier tekenen. Of I don't know. Ik wil jullie echt gewoon helemaal creatief je gang laten gaan. En ik hoop dat ze gewoon echt super vette artists opstaan en meedoen. En denken, ja, dit is vet. Hier wil ik aan meedoen. En dat jullie gewoon echt zieke designs insturen waarvan ik denk, wauw, dit is echt super vet. En ja, ik wil wel even zeggen, dit is niet een short term ding. Hier gaat heel veel tijd in zitten. Dit gaat heel lang duren. Ik heb bedacht om dit te gaan doen met de 100.000 abonnees. Ik heb het pas bedacht nadat ik de 100.000 abonnees heb gehaald. Of echt net ervoor, toen ik 99.000 had of zo. Een website opzetten, al dat soort dingen. Merchandise laten ontwerpen. Dat zal ook een proces zijn. Dus als je, zeg maar, als ik jou kies, zal er toch nog iets langer duren. Misschien wil ik dingen aanpassen en dit soort dingen. Misschien vind ik het wel helemaal vet. Dan moet de merchandise natuurlijk nog gemaakt worden. Maar het grootste werk en het meeste werk waar de meeste tijd in gaat zitten is de site maken en dingen te kunnen verkopen op je site en alles. Dus het is niet iets wat ik nu bedenk en wat bijvoorbeeld over een maand gewoon klaar staat, bam, en jullie kunnen het kopen. Dus het is wel iets wat heel lang gaat duren, maar het is gewoon iets wat ik voor de 100.000 abonnees heb bedacht van ik ga dit nu doen, ik ga dit openzetten en doe mee. Dus dat is wel eventjes dat jullie weten dat het niet zeg maar heel snel gaat gebeuren of heel erg in de toekomst. Ik zal je natuurlijk op de hoogte houden van hoe alles gaat als ik designs heb gekozen en al dat soort dingen. Maar het kan dus nog wel eventjes duren tot uiteindelijk mijn site online gaat en dat je daadwerkelijk mijn merchandise kan gaan kopen. Dus ja, dat is het denk ik. Ik ben echt super excited over. Ik ben echt zo blij en zo. Ik vind het echt super leuk om dit te vertellen, dit idee. En ja, ik hoop dat je meedoet. Dus ik zoek wel iemand die het echt 100% serieus neemt. En waarvan ik echt denk van wauw, dit is vet, dit is cool. En ja, dus ik hoop dat alles duidelijk is. Als je dus nog vragen hebt, laat het hier beneden eventjes weten. Ik hoop dat ik alle vragen heb beantwoord en alles duidelijk heb gemaakt. Ja, ik vind het in ieder geval super vet. Ik hoop dat er echt toffe artiesten opstaan. En ik hoop dat ik met 3 van jullie echt leuk aan het werk kan. En dit samen mee kan gaan doen. Dus ja, ik denk dat dat de video is. Ik hoop dat ik alles heb gezegd. Ik denk in ieder geval wel dat ik alles heb gezegd. In ieder geval, vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat het beneden in de comments weten als er nog vragen zijn. Ik hoop het niet. En wat vind jij van dit idee? Vind je het leuk? Heb je er zin in? Denk je, oh my god, yes, Jessie Maya merchandise? Of heb je zoiets van, girl, why the fuck are you doing this? Maar ik hoop niet dat jullie dat denken. Dus in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei! En natuurlijk heel erg bedankt voor de 100.000 abonnees. En dankjewel Cynthia voor deze amazing ballonnen. Het was echt een verrassing. Ik dacht echt, oh my god. Doei!